Daar kon ik 3 maanden dood in huis liggen zonder dat ze het in de gaten hadden. Maar dat zou hier nooit gebeuren. Hallo. We hebben gewonnen. We zijn de liefste straat van 2020. Ja, is dat met z'n allen hebben we dat voor elkaar gekregen. De liefste straat van Den Haag 2020. Een prijs die door lief en leed in het leven is geroepen om buren naar elkaar om te laten kijken. En sinds donderdagavond is die prijs in het bezit van de Schermenstraat in Moerwijk. We hadden het niet verwacht, maar eigenlijk nu het allemaal een beetje bezonken is, hebben we het eigenlijk wel verdiend. Ja. Ja. En waarom dan? Met z'n allen, omdat wij er altijd zijn voor elkaar. Bijna iedere week gingen we langs de deuren. Met een kleinigheidje en een kaartje en een opstekertje van, nou, we gaan ervoor, samen staan we sterk, we denken aan elkaar. En dat gingen we echt aan de deur brengen, dat je de mensen ziet. En dan kon je ook zien van, nou, deze mevrouw of deze meneer heeft wat extra's nodig, dus daar ga je dan later heen met een kopje soep en dan gaan ze praten en dan hoor je veel. De socialiteit is hier ook groot. Als je iemand vergeet om zijn zonwering dicht te doen 's avonds, gaan de mensen toch even kijken of er wat aan de hand is. Nou, vroeger, waar we 30 jaar aan het voorhuis waren, daar kenden we de buren niet eens. Daar kon je 3 maanden dood in huis liggen zonder dat ze het in de gaten hadden. Maar dat zou hier nooit gebeuren. Kobi mocht als zogeheten gangmaker de prijs in ontvangst nemen. Die titel kreeg ze door op eigen initiatief extra goed voor haar buren te zorgen. Ja, kijk, en ik heb nog hoe we met elkaar omgaan. Dus een blijk van vertrouwen. Ik heb van ongeveer de helft van de flat van de mensen de sleutel. Ik kan er zo in. Als er iets gebeurt, dan ben ik er zo. Maar het blijk van vertrouwen zegt al genoeg. Ze staat altijd voor iedereen klaar. Als er maar wat gebeurt, iedereen roept naar Kobi. Mocht er wat gebeuren, ze zijn gevallen of ze moet wat dan ook. Ze gaat desnoods met ze mee naar het ziekenhuis. Nou ja, alles op dat gebied. Maar welke prijs mocht Kobi nu precies ophalen? We hebben een bord. De liefste straat van Den Haag. En we kunnen 1.000 euro uitgeven bij Albert Heijn. En daar gaan we een geweldig straatfeest van maken als het kan. Na de corona komt helemaal goed.